Zo zag de kolossale tattoo van Tom Bonen er vorige maand uit. Nu is helemaal af, de tatoeage op de rug van Tom Bonen is helemaal af. Dat maakte zanger-tatoeëerder Thijs van Nesten alias Chef van Egelpoel vandaag bekend op Facebook. Van Egelpoel deelde een foto, waarbij te zien hoe het gigantische hertenbonens rug grotendeels werd ingekleurd. Het is een volledige hertenkop over heel zijn rug. Die is volledig volgemaald, vertelde Van Nesten eerder al op de Studio Brussel over de tatoeage op Studio Brussel. Tom is heel extreem hoor. Normaal deel je het aanbrengen van zo'n tatoeage op in sessies van 3 uur, maar hij wil meteen 5 à 6 uur doordoen. Een keer was hij na een sessie 2 uur in shock, hij stond echt te trillen op zijn poten, aldus Van Egelpoel.